schouderbladen, je holder. Ik weet het, dit is niet hoe het moet. Dat is het nadeel van wonen in Amsterdam en afspraken hebben in Amsterdam. Je komt altijd te laat. Het is ochtend en ik ben wakker. Nog niet echt. Het is 7:30. Ik ben spersiebonen aan het koken, want ik heb honger. En normaal maak ik dan ei. Maar vandaag maak ik spersiebonen en ik ga even een smoothie maken. En ik ga zo even kijken wat het thema van vandaag is. Wat staat er op de planning vandaag? Ik ga eerst editen, video afmaken en vanmiddag heb ik een soort van voedingsles. Een workshop. Die wordt gegeven door Recharge en het wordt gegeven aan een bedrijf, maar ik mag meedoen, dus ik ga even kijken of ik daar wat van kan opsteken. Vandaag dinsdag en ik ga even kijken wat dinsdag voor mij in petto heeft. Mijn mail zegt dat het gaat over bewust ademhalen. Dus dat ik 3 keer per dag een ademhalingsoefening moet doen om weer even terug naar het moment te gaan. Lijkt me fijn. En daarnaast moet ik meer aandacht besteden aan mindfulness. En er staan hier tips voor een mindful diner. Ik zal ze even opnoemen. Eet met aandacht, kou bewust. Eet met dankbaarheid en voldoening. Probeer echt stil te staan bij de verschillende smaken van elke hap die je neemt. Zet je mobiele telefoon uit, geen afleiding. En begin al met het mindful klaarmaken van je maaltijd. Wees je bewust van de ingrediënten. Hoe smaken ze? Hoe ruiken ze? Kun je dit ook weer herkennen in de maaltijd? Ik weet dat mindfulness zo werkt. Ik weet dat dit erbij hoort. Maar als ik heel eerlijk ben, doe ik dit eigenlijk nooit. En tuurlijk zit ik wel te eten en denk ik, oké, we gaan even lekker eten en ik ben ermee bezig. Maar om nou te zeggen dat ik hap voor hap echt dankbaar ben voor mijn maaltijd en dat ik echt de hele tijd denk, oh, wat zal ik nu proeven? Voor mij werkt het niet echt. Ik ben heel erg benieuwd of er hier mensen zijn die meer met mindfulness doen en dit wel heel goed vinden werken. Ik snap natuurlijk dat het stress kan afnemen, maar om het echt toe te passen op mijn leven en het ook echt te doen, nee. En dit vind ik dan wel leuk, van je bent bewust met eten bezig, dus met je boodschappen doen, klaarmaken en opeten. In het klaarmaken en boodschappen, ja, ik let natuurlijk op mijn voeding, dus dan ben je er al bewust mee bezig. Maar ja, ik heb gewoon geen tijd om dit zo allemaal te gaan doen eigenlijk. Dit is nog de rest van mijn ontbijt na die shake. En dit is kokosyoghurt, maar het is heel droog. Kijk nou, het gaat er gewoon niet af. Nou, daar gaat het mindfulness beginnen. Computer dicht. Ik ben me nu vooral bewust van dat ik kokosyoghurt eigenlijk helemaal niet zo lekker vind. Doei schatje. Doei Appie. Kijk hoe leuk die eruit ziet. Moet ik even filmen. Ja, ze even filmen. Have a wonderful day. Zijn ontspannen. Voel de ruimte die je creëert tussen je schouderbladen, je onderrug. En adem uit. Als het te zwaar is voor je onderrug, buig dan je benen of te zwaar voor je hamstrings. Kan je nog steeds je borst goed openen, de deur word je vanzelf flexibeler. Misschien wil je handen in elkaar. Gisteren was natuurlijk echt een blamage dat ik niet ben gaan sporten in een week die notabene over sporten en over voeding gaat. Maar ik heb de motivatie gevonden om vandaag wel te gaan sporten, want ik krijg net een heel leuk pakketje in de brievenbus van Aranga van Fit Girl Code. Die stuurt mij gewoon, vet lief, een sportoutfit op van yoga. Hoe mooi. Tenminste, ik heb het nog niet aangehad, maar ik denk dat het echt heel leuk is. Kijk, zo met die broek en dan gewoon zo'n beetje zo'n baggy shirt erover. Ik ben er helemaal blij mee. Dankjewel, Aranka. Trouwens, het is nu natuurlijk dinsdag als jullie deze video zien. Dus dat betekent dat nu ook het interview uitkomt met Aranka. Dus check die ook vooral. Het is echt een super inspirerende dame. Zij heeft een mega succesvol bedrijf. En hoe ze het allemaal doet, nou ja, dat heb ik aan haar gevraagd. Dus ja, check even die video. Dit is het. Ik ben heel blij. Ik vind die broek echt heel leuk. Ik zo, met zo'n zwarte band. Hij zit ook echt super lekker. En dit is dan die BH. Nice, hoe leuk. Toch? Ik ben er blij mee. Nou, dit is mijn tussendoor snack. En het is nu 11:00. Worky worky. Hoe niet mindful is dit? Ik eet een restje van gisteren als lunch. Maar wel achter de computer. Sorry.
Maar ik moet opschieten. Ik weet het, dit is niet hoe het moet. Ik ben vet hard haasten. Ik heb nog 5 minuten om op tijd te komen. Dat is het nadeel van wonen in Amsterdam en afspraken hebben in Amsterdam. Je komt altijd te laat. Ik ben net aangekomen op het hoofdkantoor, weet ik niet, op een kantoor van Lexa. En hier zitten wat medewerkers die ik totaal niet ken. Ik kom meteen met de camera op ze af. Maar we krijgen zometeen ja, een soort van voedingsles. Of ja, voedingsles. Ja, voedingsles. Wat gaan we doen precies? We gaan kijken naar wat je de komende week mag eten. Oké, okay, nou, let's go. Ik ben er klaar voor hoor. Gisteren was al in ieder geval een heel goed succes. Leuk, ja. Lekker gegeten. Heel lekker, ja. En gezond. En gezond, dat en is meer wel een uitdaging. En net mee geluncht ook. Nee, biologische wildcorn crackers, die mogen we nu niet. Nee, mag ook niet. We mogen niks. Ik heb wel net even gecheckt. Deze repen, ik ben echt keihard reclame aan het maken voor al die merken, maar deze repen van Naked mag je dus hebben. Die zijn goed, zonder gluten, dairy en allerlei andere dingen. Maar deze dingen gaan direct in de prullenbak. Nou ja, echt? Hoezo dan? Er zitten heel veel harde plantaardige olie in, niet gezonde plantaardige olie. Er zit heel veel maïszetmeel in, wat niet gezonde suikers zijn. Ja. En er zitten nog wat leuke E-nummers in, waar die je beter ook kan laten staan. Dus echt puur zijn ze niet. Dus dat speld, dat is gewoon een trekker, maar verder... er zit wel echt speldbloem in. Het komt ook vaak, er zit gewoon speldaroma, maar dat is wel echt... Wordt ook gelijk gefilmd. Ja, alles wordt hier vastgelegd, sorry. Zo, nou, we zijn er klaar voor. Dit is dus een goede lunch. Ja? Ja. Dat hoor ik net. Het ziet er goed uit. Hey, bon appetito. Een beetje jaloers te worden. Maar we hebben het allemaal. We ervaren allemaal tot bepaalde hoogte stress. En wat stress met je lichaam doet, is je gaat cortisol produceren, stresshormoon. En daarmee krijg je gewoon langdurig gewoon veel spanning in je lijf. En normaal gesproken gaat het weer naar beneden. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat voeding ook een hele grote bron van stress is. En wel 40% van de stress die je ervaart in je dagelijkse leven, wordt veroorzaakt door voeding. En je bent je er niet van bewust. Dat is het vervelende eraan. En het interessante ook, en als je hier een beetje, ik denk dat je de tabel goed kan zien, maar als je bepaalde voedingsmiddelen eet, ongezonde voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die jouw lichaam irriteren, en vaak weet je dat helemaal niet, maar het kan, denk koffie of misschien melk als je daar gevoelig voor bent, dan krijgt je lichaam letterlijk een stressreactie. Je gaat cortisol produceren en dan raak je heel erg gestrest. Je voelt spanning, je wordt geïrriteerd, je krijgt een bepaalde gejaagdheid in je lijf. En als je dat langdurig elke dag eet, dus elke dag die keuzes maakt op je bord, dan gaat het niet meer naar beneden. Normaal gesproken gaat stress omhoog en weer naar beneden. Maar als je langdurig bepaalde dingen eet, dan blijf je een soort van chronische stress behouden. Zo, dat was echt een super interessante voedingsles, vond ik. Ik heb geleerd dat Oreo koekjes het aller slechtste zijn wat je maar kan nemen. Nou vind ik die repen van Milka echt super lekker, dus nu moet ik ze echt laten staan. En ja, zo zie je maar dat eten echt heel veel stress veroorzaakt. En dat wist ik niet. Ik wist wel dat gezond leven je energie geeft en gezond eten. Maar dat het ook je stress kan opleveren, dat wist ik niet. Ik denk ineens, volgens mij heb ik dat oververmoeide gevoel wat ik gisteren had. Dat komt echt van vorige week toen ik in Portugal was met Nanne Meijer. Toen hebben we zo slecht gegeten, omdat we alleen maar aan het rennen waren, filmen. Oh, dit is mooi, dat is mooi. Gewoon helemaal niet gegeten. En ik denk dat ik daar heel moe van ben geworden. Dus dat dit echt wel een goede week voor me kan zijn. Ik geef de moed niet op. Ik kan heus wel zen worden. Ik ben aan het fietsen en kijk hoe erg ik ben gematcht. Mijn tas, mijn fiets en mijn jurk. Dit is echt niet bedacht of zo. Echt niet. Op zoek naar zwarte bonen. Oh, het ruikt hier zo lekker naar dit. Oh, pepernoten. Het ruikt echt heel lekker. Time to hit the gym. En toen was het tijd voor 5 minuten rust. Het is tijd om met mijn vrienden lekker te eten. Dus Sabine en Roy die zijn er. Hier. Het is Roy. Hallo. Sabine kennen jullie misschien wel. Hallo. Dit is mijn cookie. Even een kusje geven. Zo. En dit is wat er van is gemaakt. Wat we hebben gemaakt van eten. Wederom ultra healthy. Quinoa met zwarte bonen, tomatenblokjes, courgette, paprika, een uitje en wat kruiden.
Nou, let's go. We zijn bezig met een heel leuke video die binnenkort, heel binnenkort, op mijn kanaal komt. Deze week weer ik. Oh, duiken! Ja! Het is weer tijd om af te vinken. Ik heb elk uur een pauze gehad van 5 minuutjes. Ik heb niet 3 keer per dag de ademhalingsoefening gedaan. Wel matig intensief bewogen. En natuurlijk een uur gesport. Prioriteitenlijst voor de volgende dag. Oké, dat ga ik nu maken. Ik heb de hele avond geen tv gekeken. Ik ga niet op tijd naar bed. De dagopdracht, wat was dat? Oh, die heb ik ook dus niet gedaan. En ik ga nu die lijst maken van prioriteiten. Wel triste, lieve mensen. Dankjewel voor het kijken. Ik ben blij met vandaag. Ik heb me goed kunnen herpakken qua energie. En ik ga lekker slapen. We staan over 7,5 uur weer op. Want ik heb ergens gelezen dat het goed is om in blokken van 1,5 uur te slapen. Achter elkaar uiteraard. En dat je dus beter 7,5 uur kan slapen of 9 uur. Ik heb het nu een paar keer geprobeerd. En ik werd ook wel echt fitter wakker. Dus nou ja, we zien het morgen wel. Tot morgen. Doei!